gaan we naar de opleiding tot de tolk Nederlandse gebarentaal. Want die is populair. Ja, en dat heeft alles te maken met het Irma-effect. Dat is natuurlijk de nieuwste bekende Nederlander op dit moment, Irma Sluis. En we kennen haar van de persconferenties van Rutte. Dan staat ze altijd naast hem. En toen zij het woord hamsteren uitbeelde, het tolkte. Dat was het moment waarop iedereen wist wie Irma Sluis was. Sindsdien is haar populariteit ongekend. Nou ja, ze ging ook viral met het volgende. Toen vertelde Rutte dat we af en toe wel even een frisse neus mogen halen als je thuis zat bent. Nou ja, dat ging ook de hele wereld over. Nou, de opleiding tolken, gebarentalen tolken in Utrecht zegt nu dat zij substantieel meer aanmeldingen verwachten voor het komende jaar. Leuk toch? Ja. Dit is superleuk. Zijn jullie ook Irma-fan? Ja, tuurlijk. Zeker, ja. Absoluut. Dat is de enige bekende Nederlander die in geen enkele talkshow kan verschijnen. Volgens mij hebben we haar al ergens gezien, toch? Oh, ja, ik heb het. Ja, dit is het terugkijken waar.